Yes guys, en welkom weer bij een gloednieuwe video. En in deze video heb ik een onderwerp gekozen, omarmend alleen zijn. In deze wereld zijn we altijd constant omringd door geluid, podcast, muziek, vrienden, familie, vriendin, etc. We hebben eigenlijk weinig tijd meer voor onszelf en weinig tijd meer om na te denken. En dat is waarom ik deze video heb gemaakt. Laten we er gelijk in duiken. Alle problemen van de mensheid komen voort uit het onvermogen van de mens om rustig alleen in een kamer te zitten. Van Blaise Pascal. En dat is ook echt zo. Wanneer is de laatste keer dat je echt zonder geluid ergens hebt gezeten? 10 minuten en gewoon nadacht over het leven. Bijvoorbeeld. Oké? En ontspanning komt ook zeker niet van entertainment. Dat zeggen heel veel mensen. Ja, ik rust uit door voetbal te kijken of rust uit door iets te kijken. De meeste mannen worden uiteindelijk saai omdat ze nooit rust nemen. En echte rust komt van stilzitten in een stille ruimte. Waarin je dus, ja, signalen krijgt van het universum en kan nadenken over je eigen leven en wat het uiteindelijk belangrijk is. En het universum geeft uiteindelijk de antwoorden die je nodig hebt, omdat je de tijd hebt om na te denken. Dus dat is wat ik je aanraad om te doen, om gewoon in stilte te zijn. Iedere dag. Niet de hele dag door, maar een moment van stilte. Je telefoon is ook een problemenportaal. Hoe vaak word je uiteindelijk wakker en heb je gelijk problemen? Hoe vaak word je wakker en check je gelijk je telefoon? Voor degene die naar hun telefoon kijken, iedere dag opnieuw en opnieuw. Ik ben daar zelf ook een van. Een van de redenen voor mij is wel business gerelateerd. De meeste tijd, gelukkig. En voor degenen die dat niet doen en die niet naar hun telefoon kijken iedere dag. Ja, heel weinig worden uiteindelijk wakker met echte problemen. Omdat je hebt een goede nacht slaap gehad, je hebt dak boven je hoofd, je hebt gegeten. Je hebt niet eigenlijk heel veel problemen. En hoe kan je nou kalm en stil worden uiteindelijk? Meeste mensen kunnen niet alleen stilzitten. Ze moeten iets doen en dat is een groot probleem. Ze moeten op de telefoon kijken, ze moeten muziek, ze moeten iets hebben. Dat is een groot probleem. En als je niet kalm en rust kan vinden in je eentje, ga je het ook niet vinden bij andere mensen uiteindelijk. Oké? Contemplatie en reflectie zijn alleen mogelijk. Mijn leven is zeker niet perfect. Niemands leven is perfect. En daarom zou je constant moeten reflecteren en verbeteren op, ja, hoe is het vandaag gegaan? Hoe kan ik de volgende dag beter maken? Hoe is deze week gegaan? Hoe kan ik de volgende week beter doen? Hoe is deze maand gegaan? Hoe kan ik het de volgende keer beter doen? Hoe is dit jaar gegaan? Hoe kan ik het de volgende jaar beter doen? Wanneer we met anderen zijn, hebben we deze momenten niet voor persoonlijke ontwikkeling. Omdat je zo afgeleid bent door andere mensen, of door je telefoon, of door het internet. Dus dat is een heel belangrijk insight die ik je vandaag mee wil geven. De mannen die uiteindelijk hetzelfde blijven, hun typische routine is wakker worden, gelijk je telefoon checken, het luisteren naar muziek onderweg, naar werk of naar een podcast bijvoorbeeld. Je bent omringd door collega's de hele dag, je eet lunch met collega's, je zit met pauzes in collega's. Je gaat naar huis om te eten met je familie of met je vriendin bijvoorbeeld. Je gaat daarna weer slapen en het weekend word je dronken en al je problemen ga je weer vergeten. En er is nul ruimte voor wijsheid voor deze man die uiteindelijk niet kan reflecteren en voor altijd vast blijft zitten in de matrix of het systeem of hoe je het ook wil noemen. Zo kom je nergens. Oké, ik heb even eentje geskipt, juist. Alleen zitten brengt het dysfunctioneren van de geest naar boven. Het brengt het slechtste in je naar boven. Je zult je realiseren dat je geest zich voedt met problemen. Dat elk probleem in je leven ingebeeld is in je eigen mind. In het huidige moment zijn er geen problemen. Alleen keuzes en informatie. En perspectief is alles. Hoe kijk je naar de wereld en wat maak je er uiteindelijk van? Oké, wat ik wil dat je gaat doen is dat je eenzaamheid in de ochtend en in de avond gaat toepassen. Om te beginnen doe 10 minuten stilte in de ochtend en in de avond. Nou, ik doe deze 10 minuten stilte door of te werken of door te mediteren. Vroeger deed ik wel eens guided medicaties, maar die zijn dus ook met stem. En nu doe ik gewoon complete stilte 10 minuten lang en in de avond voordat ik ga slapen ook 10 minuten stilte. Hoeft niet per se een meditatie te zijn. Oké? Ik wil je super erg bedanken voor het kijken naar deze super korte en waardevolle video. Dat is hoe ik het altijd graag wil houden. Waardevol kort, zodat je ook action steps hebt. Like en abonneer op mijn YouTube kanaal en ik zie je weer de volgende keer. Ciao, ciao.